Welkom in de 150ste uitzending van Fleet TV. We vieren dit bij FMA, de magische wereld van Ferrari en Maserati in het Antwerpse. Van alle merken in de wereld, ongeacht de sector, spreekt dit kleine wapenschild ongetwijfeld het meest tot de verbeelding. In het collectief geheugen staat Ferrari voor het summum van autoprestige. Een onbereikbaar firmament. De Ferrari-koers heeft zich al lang verspreid naar de meest afgelegen gebieden in een wereld die steeds meer miljardair stelt. Maar geld is niet alles bij Ferrari. Naast de Portofino, de GT4 Lusso, de F8 Tributo en de 812 Superfast, het zogenaamde gewone gamma, biedt Ferrari zijn Special en Limited Series aan. Om deze F488 Pista te kopen bijvoorbeeld, moet je ook een solide reputatie hebben bij Ferrari. Met andere woorden, je moet een trouwe klant zijn. Idem als je de echte sterren aan het firmament van de Italiaanse constructeur wenst aan te schaffen, zoals een LaFerrari, een Monza SP1 of SP2, de beruchte Ferrari Icona. In deze werkplaats zijn de bezoekers veel zeldzamer, net zoals de auto's die hier verblijven, zoals deze 365 GTB, een van de vele vintage exemplaren die door de FMA restauratieafdeling passeren. Dit is de andere activiteit van de concessie, goedgekeurd door Ferrari Classiche, een label dat de expertise garandeert die nodig is voor de meest complexe restauraties. Oude Ferraris zijn valabele investeringen op voorwaarde dat elke auto in zijn strikt originele staat wordt gehouden volgens de specificaties van de fabriek. Een job voor echte specialisten. Na een lange restauratie kan elk model ook een echtheidscertificaat ontvangen dat uitsluitend door het moederbedrijf in Maranello wordt afgegeven. Maserati. In een wereld van fantasie en droom werkt het samen met Ferrari die de motoren levert. Voor een concessie als FMA lijkt het dan ook logisch om beide merken te verdelen. De twee gamma's zijn immers zowel op het vlak van producten als qua prijzen volledig complementair. Het Maserati-universum stopt waar dat van Ferrari begint. Het merk uit Modena biedt immers alternatieven voor de traditionele Duitse premium producten. We denken dan aan de Ghibli, een concurrent van de BMW 5-reeks en Mercedes E-klasse, de Levante, een alternatief voor de grote Duitse SUV's, of de Quattroporte, die als stijlvolle turbo-aangedreven limousine de rol van vlaggenschip van het gamma op zich neemt. De Maserati-klant krijgt sowieso passie voorgeschoteld, geleid door een liefde voor mooie materialen, betoverende mechaniek en Italiaanse verfijning. Het Fleet TV-team wens je een geweldige zomer. We spreken opnieuw af in september.